op onze tribune ook ergens zit Patrick Orlans, de manager van Aalst. Meneer Grijzenaard probeert nu wel wat over loyaliteit en zo te spreken, probeert de schipper niet echt kritiek te geven, maar zijn er inderdaad ook fouten gemaakt door het bestuur? De fouten bijvoorbeeld waar Laszlo Fazekas op gewezen heeft? Als het de laatste is die fouten mag aanduiden, zal het wel de ex-trainer zijn, maar dat laat ik hier in het midden. Maar wij denk... niet, want hij is ontslagen omdat hij een aantal kritische opmerkingen formuleerde. Ik denk dat daar zelfkritiek beter op zijn plaats was, omdat wij inderdaad fouten durven toegeven. Ik denk dat iemand die pas in de eerste klas is met een nieuw bestuur, een tamelijke jonge spelerskern, ook een jonge manager. Ik denk dat op dat moment niet fout is om inderdaad er hard tegenaan te gaan en een paar fouten te maken. Alleen moet je die later niet op iemand anders zijn nek schuiven. En ik ben daar eerlijk in en de eerste om mea culpa te slaan. Want ik denk dat de manager toch verantwoordelijk is voor alles wat fout loopt in de club. Dus ik zal ook een aantal fouten gedaan hebben. Ook over de foute transfers die er mogelijk gebeurd zijn. Want meneer Grijzenaard spreekt ook over spelers op huurcontract, dat niet de ideale manier is. De tijd was heel kort. En als manager huldig ik de stelregel dat de trainer moet beslissen welke spelers er komen en niet komen. En als op dat moment meneer Fazekas akkoord was met hetgeen dat er kwam. En ik hoop dat meneer Grijzenaard toch ook nu al voelt dat inderdaad de trainer de sportieve basis bij Eendracht Aalst. En dat dat in de regels het huishoudelijk reglement staat. Uiteraard wie daar ver van staat weet dat niet, maar binnen de club weten wij één ding. De trainer kiest de spelers. Mm-hmm. En dan, als dat fout geweest was, we hebben nooit de trainer de schuld gegeven dat hij fout was. Ja, ik vind het alleen erg dat hij nu het op ons tracht te schuiven. Ja.